De Brugse bisschop Roger van Geluwe heeft bekend dat hij een homoseksueel misbruik heeft. Het misbruik gebeurde in de periode. Kardinaal Daniels geeft voor het eerst toe. Kardinaal Daniels heeft geprobeerd om het seksuele misbruik van de bisschop van Geluwe in de Vlaamse kamers te houden en het ontslag van de bisschop te vermijden. Ik denk dat niemand dat goed wist. Maar op die foto's is het niet te zien hoe het bij me binnendringt en zich verspreidt, langzaam, hoe het woekert in mijn lijf, hoe het zich een weg baant en zich vastzet hier. In mijn kop.